van harte welkom vanuit het stadion de Galgenwaard. Waar het publiek toch enigszins gespannen in afwachting is van FC Utrecht tegen Feyenoord. Utrecht scoorde nog niet dit seizoen in de eerste drie wedstrijden en raakte dus ook nog de topscorer van vorig seizoen kwijt. Doelpunten maken, dat is missie nummer 1 voor de thuisploeg. Waar het al vroeg in het seizoen crisis was. 3 nederlagen, 0 doelpunten. En afgelopen dinsdag Michael Silberbauer ontslagen. De vorige ontmoeting hier in Utrecht was de eerste wedstrijd van Michael Silberbauer als trainer. Die toen de opvolger was van Henk Vrezer. Daar gaat Stenks en dan komt de bal bij Jiménez en is het 1-0 voor Feyenoord. We gaan wat blikken bij de Utrecht-spelers richting de grensrechter. Maar toch weer Santiago Jiménez met nummer 4 van het seizoen. Stenks geen buitenspel. Ik kan me niet voorstellen dat dit helemaal de bedoeling is wat Stenks doet, maar het pakt wel goed uit. En Jiménez, heel handig. Tikt die bal met het hoofd onder de uitkomende Barkas door. Zo gaat er nog achteraan. Barkas de tijd erbij. Snel hervat in naar El Karouani. Domingo. Oh, Trozo. En wordt door Stenks van de bal gezet. Pajau. En Barkas moet loslaten. Dan is daar de rebound. En een mooie kans voor Ivanušec, die zich ook realiseert hoe groot die kans eigenlijk was. Ring op El Karouani, krijgt de bal niet langs Pajau. Tweede instantie wel en dan is daar paniek. En dan Reuter en Trauner. Paniek loopt met een sissertje af. De bal hobbelt naast het eigen doel. Van de Hoorn. En de gelijkmaker. Ryan Flamingo. Dan heeft dat misverstand tussen Wellenreuter en Trauner uiteindelijk dus dure gevolgen voor Feyenoord. Kan Feyenoord net zo gevaarlijk worden uit de corner? Nou, is dat er niemand tegenaan loopt. Ivanušec nu alsnog heeft hem vrij. Bal met rechts en ter nauwernood krijgt Utrecht hem weg. Applaus van Seuntjes. Ik denk voor zijn doelman, voor Barkas. En inderdaad, het is een knappe redding van Barkas, want Geertruida raakt die bal nog. Pajau, Geertruida doorgelopen. Het gaat naar Timber. Ivanušec, dat is een goede bal. Stenks en 2 Feyenoord. Uitstekende goal. Geen buitenspel van Stenks, die het goed afmaakt. Prima aanval, prima goal van Feyenoord. Dat dus weer op voorsprong staat. Stenks naar Jiménez. Jiménez voor zijn tweede, nee, Barkas. Stenks helemaal vrijgespeeld daar. Goede paas op Jiménez, die volledig aan de aandacht van Van der Hoorn is ontsnapt. Ja, maar goed, Pajau, naar binnen toe, Pajau. Schat niet zoveel. Sanja had er onderdoor.
Jiménez. Steeds Van der Hoorn tegenover zich. En daar is hij nu langs, Jiménez. Oh, Barcas! 40 seconden in de tweede helft. En Santiago Jiménez heeft zijn volgende doelpunt alweer te pakken. Met een beetje hulp. Nou, misschien wel een heleboel hulp van Vasilios Barcas. Dat is Jordi Zuidam. Dat is directeur van Utrecht die op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Jiménez is gaan zitten. Was van der Lies zo te zien. Slecht nieuws voor Feyenoord. Dus gaat Jiménez gewisseld worden. Komt Ayas Ueda. De man van twee doelpunten. Vroegtijdig met een blessure naar de kant. Ik heb het gevoel als Feyenoord nog even aanzet dat er makkelijk nog 2-3 doelpunten bij kunnen. Via een aanval als deze. Schitterend gespeeld. En Ueda maakt het af. 1-4. De mooiste aanval van de middag tot nu toe dan. En ook aan die tweede Feyenoord goal ging al een prima stuk voetbal vooraf. Maar dit is hogeschool. 1 keer raken. Utrecht kapot gespeeld. Ueda vrijgespeeld. Weer een assist voor Kelvin Stenks. Ueda krijgt daar nog een tik. Bosdogan raakt ook geblesseerd. Het spel gaat verder met Linger en Minté op het randje van buitenspel. Minté tegenover Barcas. Minté gaat hem bijna toe inlopen. Sterker nog, hij kapt ook nog even Van der Marel uit. Die daar niet zo heel blij mee is. De vlag blijft ook naar beneden. Nu is er ook nog een vijfde voor Feyenoord. Op zeer kundige wijze. En aan vernederende wijze afgemaakt door Yacouba Minté. 5-1 voor Feyenoord in Utrecht. Jiménez scoorde er 2. Moest met een blessure naar de kant. Maar de lach verraadt veel. Dat is iets waar Feyenoord zich niet zoveel zorgen om lijkt te hoeven maken. Utrecht moet zich wel zorgen maken. Die ploeg staat voor het eerst in de geschiedenis na 4 eredivisiewedstrijden op 0 punten.